toekomt. En het publiek is duidelijk niet in de ban van Nieuwblad. Nieuwblad, ja, het wordt, mag ik niet uitspreken, anders... Goeie sfeer in, van het publiek. En 1, 2, 2 tellen. Een nog niet gewonnen wedstrijd voor Sean Stasiak. Oh, mooi, dit is een flying elbow. Een perfecte elbowstoot was dat van Perfect Sean. Zelfzeker is hij wel. En waarom niet? Geest de kampioen. Van de derde touw. Mooie schouderstoot. 1, 2. Wedstrijd nog niet voorbij. Lef hebben ze wel. Meteen weer een rake klap. En nog eens een rake klap. Blijf maar incasseren. Zeer agressief, 13. Oh, moonsault. Komt terug op de voetjes terecht. En een power slam. Publiek laaiend enthousiast over de prestaties van Sean en Mark. Inderdaad, ze verweren zich goed, dit team. Ze zijn duidelijk niet favoriet van jouw Perfect Event team. Het is een team dat blijkbaar niet op veel sympathie kan rekenen. Hè? Toch wel, de komende weken zul je zien dat er heel wat mailtjes zullen binnenkomen over dit team. Ja, tussen kerst en nieuwjaar of zo bedoel je. De komende weken, ja. Ja. Dat was weer een tag gemaakt. Sean Stasiak in de ring. Gaat gewoon neer. Oh! Oh. Grote schoonmaak hier. Onverwachte sensatie. Het leek een bijna op voorhand gewonnen wedstrijd. Maar toch, scheidsrechter is afgeleid. Oh, mooi deze springboard. 1, 2, 3. Ja, dit is niet de manier om een wedstrijd te winnen. Wel om te verliezen, denk ik. Elke week weer hetzelfde als we het Perfect Event team aan het werk zien. Dit is hun manier om een wedstrijd te winnen. Zeer zwak. Zeer zwak, Bernard. Het is afgelopen, Wim. Ja, 1, 2, 3. Maar ja, ik kan hierbij niet zo enthousiast zijn over deze overwinning. Als je weer zag de manier waarop Chuck het ideale voorwerp weer geabdeerd heeft. Het is nu eenmaal in de mode, WCW, om een stoeltje te grijpen in een baseballbat. Maar deze beide heren hebben dat toch niet echt nodig. Het zijn goede wrestlers. Ik mag ze wel niet, maar niet op die manier. Toch een bepaalde vorm van onzekerheid. Ah! Kom maar, wat een slechte verliezers. Nee, dat vind ik De wedstrijd is correct. Afgelopen, nu zijn ze niet meer betaald, dus het is niet professioneel. Ja, over professioneel gesproken. Jij vond dan wat Chuck Palembo deed, vond je dat wel professioneel? Dat is tijdens de wedstrijd. Ga nog even kijken naar een herhaling van deze youngsters. Prachtig wat ze hier deden. Ja, mits goede begeleiding denk ik dat deze heren misschien nog een mooie toekomst hier hebben bij de... Wim als manager misschien? Ja, ik hier eens denk over na te denken. Misschien wat dichter bij de ring te gaan. En misschien een stel van die goede jonge wrestlers te gaan begeleiden. Ja, jou moet ik al lang niet meer begeleiden, want... Ik ben niet jong meer. Jij bent niet jong meer. Ja, oké. Even nog wat beelden.